De speciale commissie van het Europees Parlement, die de zogenoemde Dieselgate-affaire wil onderzoeken, zal voorgezeten worden door SPA-parlementslid Kathleen van Bremt. Onze landgenote is vanmorgen verkozen tijdens de eerste bijeenkomst van de commissie. Het komende jaar wil die commissie uitzoeken hoe het mogelijk was dat de strenge Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxides overtreden werden. En hoe het komt dat dat pas ontdekt werd nadat er in de Verenigde Staten schoemelsoftware gevonden was bij auto's van Volkswagen. Ja, wij als Europa zeggen altijd, wij zijn toch heel vooruitstrevend als het gaat over milieunormen. Maar als dan blijkt dat we ze niet toepassen, ja, dan is dat bijzonder zwak. En dat willen we au fond weten wat daar is misgelopen, om dan uiteraard ervoor te zorgen dat we in de toekomst propere auto's hebben, dat we kunnen terug ademen in onze steden. En dat is dus niet tegen de industrie, maar voor een proper industrie.